Hallo en welkom bij een nieuwe podcast Curious van Tagme. Van rechts naar links. Naast mij zit Fabian Feyaerts. Links van mij zit Michael Amani. En daarnaast zit Jael Ost. Dat klinkt toch niet als ik dat allemaal zeg. Maar jawel. Dat is toch veel leuker met jullie stem. Applausje. Wacht, hé. Nee, ze heeft een oei, dat is een lach. Hier. Dat was een applausje. Goed, zie je het een beetje zitten? Dat is echt een heel leuk thema. Het gaat een beetje over prostitutie. Hoe dat zou zijn om prostituee te zijn. Paps, zou je een prostituee dan zijn? Ik denk dat je dat kunt, Fabian. Ik denk wel ook. Mijn eerste vraag was eigenlijk van... Wat moet je kunnen om een goede prostituee te zijn? Dat is vooral wat de andere mensen van je vinden. Dus ik zie dat als een complimentje dat jij denkt dat ik een goede prostituee zou zijn. Ja, ik weet niet. Ik zie dat wel nu of zo om... Ik zie zo'n beetje een ding. Wel respect, zo like veel Mike. Cared of zo. Een like, Mike? Snap je? Alleen niet slecht bedoeld, maar ik denk dat jij wel nog easy met iemand seks of zo kunt hebben zonder daar emoties aan te linken. Sugar Mike? Ik kan dat gemakkelijk loskoppelen van emoties, maar het is niet dat ik dat graag zou doen dan. Ik zou dat verschrikkelijk vinden, maar ik... Ja. Maar wat Jamie zegt is ook wel waar. Wat een like Mike. Nee, ja, is dat like Mike? Niet zo. Magic Mike. Magic Mike, dat bedoel ik. Ik dacht al, wat? De stripper zou geen goed zijn. Hij zou echt een Magic Mike zijn. Hij is zo eigenlijk. Hij kan ook zo die vooralen zo. Dat zie ik wel nu, Fabian. Dat zie ik wel nu. Maar Jamie, ik ben niet mee. Ik ben echt niet mee. Ik weet niet wat dat is. Een stripper. Een stripper, ja. Zo'n Magic Mike is zo'n stripper. Zo die golven zo op de grond. Ah, oké. Okay. Zou je moet je doen, maar... Nee. Doe. Hier op tafel. Maar mensen zien dat niet op de podcast. Ja, maar pas op, Jamie. Ik denk dat jij, met respect, ik bedoel dat niet op een mean manier, ook wel een stripster dan zou kunnen zijn. Je hebt ook wel zo wat... Maar ik zou niet wel een poep met een ander, want dat is ook een prostituee. Maar dingen is, als prostituee... Mensen associëren het direct met seks hebben, maar het is ook heel vaak dat mensen gewoon voor affectie of zo naar iemand gaan. Ik zou wel zo een high class... stripper wel zijn. Okay. Hoe noemt dat nu? Een escorte. Vlieg mij over naar Dubai, dan ga ik daar een keer strippen en dan ben ik weer weg. Maar eigenlijk zijn we nu strippen, gewoon een beetje dansen. Cardi B was een stripster, hè? Ja, Kim Kardashian was een hoer. Ze heeft een pornofilmpje. En toch een miljonair. Wat? Echt een hoer als job? Of allee, was die echt prostituee? Ja, dat is toch hetzelfde, hè? Nee, die video was toch geleakt of zo? Ja, dat was toch een privéfilmpje thuis? Ja, hoe is het zelfs prostituee? Alleen heeft dat een beetje een negatieve connotatie. Ja. Of niet, Jamie? Wat? Oh. Ik zat echt... Ik had net krikkels opgelet en ik zat echt nog met krikkels in mijn hoofd. Wat zei je? Nee, ze vroeg gewoon of hoe hetzelfde was als prostituee. Ik weet niet. Denk je daar niet op antwoorden? Dat is hetzelfde, maar dat heeft gewoon een slechtere... Ik denk dat is hetzelfde, want die prostituee... Ja, oké. Okay. Gewoon betaald worden om... geslachtsgemeenschap of seksuele handelingen. Geslachtsgemeenschap. Ah, maar dat is denk ik de misconceptie er wel van. Want ik denk niet dat je als prostituee per se seks moet hebben of zo met iemand. Dat is wat ik net ook zei. Je kunt perfect... Ja. Maar je moet toch wel handelingen uitvoeren? Want er zijn heel veel mannen die zeggen... Zo iemand... Nee, er zijn heel veel mannen die gewoon zeggen van ik laat iemand naar bij mij op hotel komen of zo. Gewoon voor daarmee te knuffelen of dat hij mij affectie geeft. Ah, oké. Okay. Oh. Oh! Ik vind knuffelen met iemand ook al moeilijk. Ik weet dan ook niet of dat de naam prostituee... Nee, dat noemt Bambi seks. Bambi seks, leuk. Ik ken het niet. Wat is dat, Bambi seks? Beknuffelen. Ja. Dat vind ik leuk. Dat is ook een heel mooi woord. Ik heb het van... ik ga je naam noemen. Ik heb het van een persoon hier in deze ruimte. Ja, ik dacht dat je een naam ging noemen. Nee, dat is ook niet aan. Ik ga je naam noemen, maar Fabian Feyaerts. Ik dacht dat is niet waar, dat komt eigenlijk van jou. Het komt niet van mij. Nee, het komt echt niet van Fabian. Nee, maar even terug... Oké, het is niet van de mensen aan tafel. Om terug te komen op de vraag, ik zou wel absoluut... Want jij zegt al dat ik dat goed zou doen, maar ik zou dat wel echt nooit doen. Nee? Maar ik zie dat wel nog in u. Ik ben daar te emotioneel voor, denk ik. Maar allee, hoezo? Dit vind ik echt raar. Een verliefde prostituee. Drink gewoon een beetje vodka en dan zou je echt goed doen. Ik zou dat misschien wel goed doen. Daar zeg ik niks over. Maar ik zou dat toch niet willen doen? Nee, maar... Voor hoeveel geld zou je het doen? Op alles staat inderdaad wel een prijs. Hè? Dat is geen waar. Dat is inderdaad ook al niet waar. Nee. Ik zou dat nooit doen, maar ik zou nu wel niet willen zeggen van... dat is verschrikkelijk. En mensen dat doen, is verschrikkelijk. Want ik vind pas dat je van iets kunt zeggen dat verschrikkelijk is als je dat zelf hebt ervaren. Dat wel nodig is in onze maatschappij. Wat? Ik denk dat dat wel echt een job is waar dat nog veel volk... Ik denk dat je niet wilt weten hoeveel mensen dat naar de prostituees stappen. Daar ben ik zeker van, maar... Ik vind zolang als voor mij hoeft het niet. Ben het eigen geweest. Wil doet en het wordt er niet opgelegd. Ja, dat is ook belangrijk. Zijn jij er al geweest? Zijn jij al in een hoerenkot geweest?
Ik nog niet. Nee. Ik ook niet. Zelfs niet met mijn maten of zo vroeger voor te leggen. Nee. Ik ben niet om een biertje te drinken. Ik ben wel eens door de Hoerenstraat gewandeld, maar dat is omdat ik aan de andere kant van die straat moest. Ja, wat moest je daar doen? Ja, in Antwerpen is dat wel echt zo, als je daar door moet, omdat dat echt gewoon een zieke shortcut is. Is anders moet je zo heel een blok rond. Maar even om terug te komen op de anders. Ik vind zolang als je het niet wordt opgelegd voor in de prostitutie te stappen, mag er eigenlijk geen probleem mee zijn, toch? Er zijn ook mensen die zo sekswerkers zijn. Hè? Ik weet niet wat jullie ooit naar Thuis hebben gekeken. Daar hebben ze dat eens geïntroduceerd om dat zo wat normaler te laten lijken. Maar er zijn mensen, mannen en vrouwen, die sekswerker zijn. En die doen dan, ja, ik weet niet of het per se altijd seks is, maar dan hebben die iets van seksuele handelingen met mensen met een beperking. Oh. Dus dat bestaat, dat veel breder dan dat we dat eigenlijk wel weten. Ze. Dat is wel heel heavy. Maar ik denk wel dat die dan veel betaald krijgen, toch? Maar dat niet zo'n job kunnen als... Ja, Jamie zegt er net, niet alles heeft een prijs of wat zei je net. Nee, maar... Ik vind daar dat eigenlijk respect, wel of zo. Daar heb ik wel respect voor, maar... Maar dus, jij zegt... Het is eigenlijk als echt gewoon een moeilijk thema om daar 100% je mening over te geven. Ik zou me mijn mening geven, ik denk dat... Omdat we niet weten wat dat is, of zo. Ja, je kunt eigenlijk... Ja, ik kunt daar niet zo je mening over geven. Maar je kunt wel beslissen voor jezelf, wil je doen of niet. Nee. En dat kun je wel van... Ja, op dit moment, ik ook sowieso niet. Maar, nee? Nee, sowieso niet. Maar, zeker? Ik ben zeker. Ik zie echt. Fabian, zou jij stripper kunnen worden? Zo maar uitkleden. Ik zou dat gewoon echt niet willen. Ik zou echt niet weten waarom ik dat zou doen. Nee, ik zie dat echt zo. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja, ik denk. Ja, ik zei, als je dat zou ik willen doen. Ik zou overwegen als ik jou was. Maar nee, Jamie. Dat kan je zo doen. Jamie blijft echt zo. En dan zou ik hier nu doen. Ik denk wel, als we twee strippers moeten kiezen aan deze tafel, ik ga wel gewoon resoluut voor u en Fabian. Hé? Ja, jongen. Jij kunt toch ook echt... Jongen, ik heb u daar in Lorette zien dansen en ik dacht van, wat kunnen die heupen? Ik dacht dat ik in een stripclub zat. Ik kan wel kleren aan, nee. Ik draag altijd kleren. Allee, nee. Obvious. Ja, nee, ik weet niet. En dat zou ik wel ook echt niet kunnen. Stripper? Ja. En als je nu geld nodig had... Maar als je nu geld nodig had... Dan denk ik dat ik wel andere kwaliteiten heb dan dat ik zou moeten strippen. Want ik zou mijn eigen... Ik zou heel dit rood zien. We maken het nog iets extremer. Dat is het enige dat je kunt doen. En als je nu zat bent? Wanneer ben ik zat? Jij bent niet vaak zat, want jij drinkt me dan nooit. Maar als jij drinkt, zeg je wel snel zat. Ja, dat is wel waar. Maar ja, dat is... Fabian heeft de stories blijkbaar. Ja, Fabian. Als je een beetje uitbreidt... Maar zij heeft ook wel stories over mij, dus we zullen dat gewoon zo laten. Ik zo houden. Ik heb Fabian ooit eens op een kruk moeten... Toen ook bij Fabian op een kruk in Overpoort. Dat beeld vergeet ik nooit meer. Echt, wat? Dat was niet van de eerste keer dat ik van jullie twee was weg geweest. Nee, het probleem was vooral met die kruk. Die was niet stabiel. Dus ik weet dat kon daar niet goed op stil blijven zitten. Ik weet dat niet meer. Zeker niet dat je zat wordt. Als jij zat wordt, word jij niet zo agressief. Sommige jongens worden net zo agressief. Nee, Fabian wordt heel melig als hij het doet. Ja, zo... Hij is echt zo'n knuffelaar. Hij is een oxyora. Hij is echt een Bambi persoon. Wat was het weer? Bambi seks. Ik denk ook, Fabian, als je zat zit en je gaat met iemand naar huis, dat je daar niet echt seks mee zou hebben, dat je gewoon echt zou willen knuffelen. Ja, ik denk dat ook. Jij zo, kom, pak mij vast. Ja. Een beetje knuffelen. Ik kan nooit kwaad, hè, een beetje. Moet je dat bevestigen of denk je nee? Kom, waarom worden alle vragen hier naar mij gericht? Kom, zeg. Weet je wat, ik merk het echt. Het is echt zo... Jullie hebben echt zo... Oh. Prostituee, Fabian Feyenoord. Ja. Ja. Maar hij is dat Fabian daar echt zo ook het lijf voor heeft of zo. Wil je nu zeggen dat Michael Armani dat niet heeft? Ja, ik weet niet hoe dat Michel eruit ziet onder die t-shirt. Ja, ik eigenlijk ook niet. Dat is het ding. I keep all the secrets. Ik weet eigenlijk ook niet hoe dat je body eruit ziet. Ik kan Fabian zijn lichaam zien in Balaton. Dat is waar. En ik kan het me niet herinneren. Ik heb dat denk ik ook altijd een t-shirt aangehad of zo. Ja. Denk dat wel. Denk ik weet wel dat uw vriendin eruit ziet in bikini, dat wel. Ja, dat weet ik ook. Weet ik draag geen bikinis, dus. En Fabian weet ik ook echt. Ik kan echt zo Fabian zijn lijf mij voor de geest halen. Ja, ik ook. Dat is raar. Als ik aan Fabian denk, dan denk ik zo. Ik denk wel dat dat op dit moment een verkeerd beeld is van hoe ik eruit zie. Want ik heb al 1,5 jaar geen krachttraining meer gedaan. Bol, jij maar ga me niet zeggen dat je niks doet van sport of zo. Nee, hij blijft wel crushed. Als ik sport wat jij sport, of dat nu krachttraining is of niet... Sorry, maar dan heb ik ook net 20 packs, hè. Is niet waar. 20. Ja, als ik aan Fabian denk, dan denk ik zo aan blokjes. Ripped. Gewoon. Zo 8-pack. Ik ook. Ik zie ook zo Fabian. Of op een velo. Daarmee dat ik denk dat jij de beste zou zijn om iets in die sector te doen. Ik denk dat ook. Ja, we zullen daar eens voor moeten luisteren dan, hè. Zien hoeveel dat verdient en zo. En... Ja, overweeg het gewoon. Ja. Zou je het doen als je geen geld nood waard? Ik kan met de fiets nog gaan. Maar ja, dat... Hangt er gewoon allemaal af van hoe extreem, hè. Er is altijd een limiet, hè. Van, stel als nu je... gewoon stripper...
En dat is het. En dat is zo haalt hij slips thee. Dat is echt veel verdienen. Met name, ik zie dat altijd op TikTok. Nee, het concept strippen en dansen voor mensen in je onderbroek, dat zou mij niks boeien. Maar hoe dat mensen daar naar kijken, dat boeit mij wel heel veel. Dus ik zou dat hier gewoon niet doen. Ze doen. Het is toch los heil dat ze doen? Ja, maar ook gewoon het imago dat je krijgt door stripper te zijn. Omdat die negatieve als dat imago daar niet rondhangt, was dat helemaal anders. Maar op dit moment zou ik dat nooit doen. Dat is een beetje gelijk OnlyFans of zo dan, hè? Zou jij dat doen? Oh, ja, OnlyFans, dat is ook een goeie. Nee, maar dat is het ding, want OnlyFans is niet per se dat je naakt of posten. Ja. Je kunt ook gewoon letterlijk foto's dat je normaal gezien op Instagram zou posten, posten op je OnlyFans. Echt? In bikini of en straks naar Canva. Zou je dat echt doen, Jamie? Nee. Zie, dat hangt zo toch zoiets aan. Hè? Van, stel je voor, iemand vindt je profiel. Iedereen weet het, hè? Die zit op OnlyFans. Het probleem is echt gewoon het imago dat er rondhangt. Simpel. Dat is met veel dingen zo. Vanuit intern nooit... Ik heb dat in een andere podcast ook al gezegd. Van, ik zou nooit mijn lichaam voor geld willen gebruiken. Daar heb ik het moeilijk mee. Maar ik snap wel dat mensen dat doen als je daar echt die klik kunt maken. Ik zit op stripper TikTok, hè, en die meisjes die zijn er echt zo van... Go get that bag. Hè, je moet dat gewoon echt doen. Dat vind ik wel nice. Die community die echt zo zegt van... Ja, go get the bag, dat wordt wel wat positiever rond gewerkt nu eigenlijk. Maar ik vind dat wel goed, want anders is dat direct zo... Datzelfde, ik zeg zo aan die sekswerkers en zo, dat is wel volgens mij echt nodig in de maatschappij. Ik denk met de prostituees en zo, dat die... Om het grof te zeggen, de hoerenbuurten terug open konden met corona. Dat was blijkbaar toch al een heel... Is dat zo? Hele dat opluchting. Was echt nood, maar er was blijkbaar nood aan. Hè. Die zijn echt nog relatief vroeg terug open gegaan, omdat er blijkbaar echt vraag naar was. Nee, maar ik denk wel, als je het zo een keer... Eigenlijk, ik denk als je beseft hoeveel geld dat je kan verdienen, dat je het misschien sneller zou doen. Dat is denk ik drugs verkopen. Als je weet hoeveel dat je... Ik denk dat veel mensen ook niet weten hoeveel dat het effectief is. Ja, wel. En ik denk, als je een keer zo die waarde of zo de geld vast erin zegt van oeh, ik wil nu meer, ik wil meer. Mensen zijn wel zo. Mensen zijn hebzuchtig en ze willen echt gewoon meer. Ik zou wel makkelijker drugs verkopen dan in de prostitutie gaan, denk ik. En niet wij. Nee? Oef, nee. Ik heb verhalen gehoord, wil dat niet weten. Oh ja, nee. Kijk, voilà. Ik weet er niks van. Als jij een drugsverkoper bent en je komt in het verkeerde café binnen, dan zijn je echt gewoon nok. Zet mijn mes nemen. Die mensen lopen rond met messen soms. Ik ben allemaal te bang voor die dingen. Ik heb zo van die verhalen gehoord dat ik dacht, Jesus. Ik kruip er niet in, ik. Maar ik zou wel graag een Teresa Mendoza zijn. Een? Wat? Teresa Mendoza. Kan je dat niet? Van What the Fuck van op Netflix. Queen of the South. Nee, wat? The fuck? Je moet die serie bekijken. Dat is niet normaal. Dat is zo, ze wordt zo... Dus eerst arm... Nee, haar vriend was drugsverkoper en zij had dan plots veel geld. En hij was dan misbezig, want hij had iets gedaan en hij mocht. Hij werd dan vermoord. En zij moest dan vluchten, maar ze had een boek met allemaal dingen dat ze moest bijhouden. En zij is dan echt naar de top gekropen. En nu is ze echt rich bitch door gewoon... Ah, de verdeelster gewoon. Ja. Dat je bovenaan de piramide staat. Ja, en je, dat is wat een, en zij noemt Teresa Mendoza. En och, dat zou ik wel willen doen, zo... Grote pakken cocaïne verhandelen. Gewoon alles zo verdelen, maar niet zelf een handelaartje zijn. Zo niet de persoon die je kunt geen fixen. Ik wil de big spender zijn. Nee, dat snap ik. Het is sowieso een heel angstaanjagend milieu of zo, vind ik. Maar ik vind dat precies zo wel heel overmoord. Zie, en ik zeg het, ik snap ook niet dat mensen cocaïne snuiven en zo. Ik vind dat... Ik zou het gewoon niet durven, denk ik, in dat wereldje of stappen. Ja, jij zegt, ik snap niet dat mensen dat doen. Maar heb je dat zelf ooit al gedaan? Nee, maar het is juist daarom. Ik ben daar allemaal veel te bang van. Omdat ik... Voor mij is dat echt terugnemen. Ik heb dat ook niet nodig. Ik heb geen leven waarin dat ik denk van... Oh, nu heb ik die extra boost. Of heb ik veel wat nodig. Of ik wil heel de nacht doorgaan. Ja. Ik heb geen keuze. Maar ik vind dat echt je eigen lichaam zo verzieken... Dat ik dat gewoon niet over mijn hart zou kunnen krijgen. Van, allee, wij mogen ze het echt aanbieden. Ik zou echt altijd zeggen nee... En dan ga ik liever naar huis dan dat ze mij dat echt zo opdringen. Maar ja, ik ben daar wel... Zo wat, ik ben een preutse, hè. Ik ben niet zo van de mindset van ik moet alles geprobeerd hebben in mijn leven. Dat maakt mij niet uit. Ik wil geen... Daar denk ik anders over. Ik denk daar ook wel anders over. Ik heb wel nog nooit iets van drugs gedaan, maar... Ik wil het wel proberen, maar ik durf gewoon niet. Ik ben bang dat ik ga verslaafd zijn. En het ding met zo... Dingen proberen in je leven, dat is zo, er is zo een dunne lijn van wat je wilt proberen en wat niet. Inderdaad, wat wil je dan proberen? Ja, want bijvoorbeeld... Als mensen, je kunt een joint roken of je kunt... Heroïne spuiten. Ja, maar ik kan wel zeggen, als mensen mij aanleren van... Het is niet slim om een mes in je hart te steken. Ik moet dat niet zelf testen om te weten dat ik dat niet ga doen, snap je? Ja. Maar er is wel een grens van dingen dat je toch benieuwd bent. En toch, en het is toch zo dat je toch wilt weten van... Klopt het wel wat ze tegen mij zeggen? En zijn ze er zelf wel, is er zelf wel genoeg van?
Ja, ik ben gewoon goed gelovig. Ik weet ook gewoon... Ik ja, ben niet meer mee in dingen van drugs zijn. Ja, ja, drugs ik raak zelf geen joint aan, snap je? Ik heb daar allemaal geen nood aan. Omdat ik daar gewoon iets heb van... Ja, ik heb mijn eigen, ik ga daar weer stom op reageren of wat dan ook. Nou, ja. Ik heb dat zo, ja, ben daar iets een beetje te braaf voor. En misschien dat ik daar later spijt van ga hebben. Ik weet dat bijvoorbeeld Maxi ook van die mindset is. Van ik wil echt alles iets geprobeerd hebben. Oh, maar stik mij in Amsterdam en ik zou nooit de nood hebben om zo space cake of zo te eten. Want dat heb ik wel een keer gedaan. Heel wat misgaan. Hij zit al aan het afsmelten, ja. Maar allee, zeg je zo de type of girl die dan zo space cake klaarzet en dan zo een hap neemt en dan zo een kwartier zit en zo, oh, ik voel niks. Nee, ze zijn in de winkel... Ah, ik ga adres opeten en dan... Ja, maar het was echt zo. Het was echt zo. In de winkel zeiden ze, je moet eerst de helft eten en moet een uur wachten. En als je het niet voelt, mag je de andere helft. Dus ik breek een brok af, ik steek dat in mijn mond en ik eet. Wij gaan terug naar het hotel. Achter een uur, ik voelde gewoon niks. Maar dat was echt gewoon kop een uur. Dat was echt zo, stel je voor, 16:02, om 17:02 voelde ik niks. En ik bekijk dat ding en ik had eigenlijk maar 1/3 gegeten. Dus dacht ik van, nu ga ik het gewoon allemaal opeten. Dus ik eet gewoon... alles op. Ja, dan gaan we naar beneden. Bedoel, maar je gaat dan niets naar het extreme. Dan gaan we zo naar beneden in dat hotel op restaurant. En het was zo, had zo de ruit. En de tafel stond schuin. Dus ze zat eigenlijk met je gezicht naar buiten te kijken. En ik zat echt die tafel vast te houden, want ik waaide weg. En mijn gezicht was aan het afsmelten. Oei. En dan zijn ze ook van, we moeten nu terug naar de kamer, ze is heel aan het misgaan. En ik was aan het lachen, niet normaal. En dan werd ik eigenlijk bijna opgesloten in mijn hotelkamer. En dan ben ik heel bij hen trippen. En dan heb ik ze opgezot. Het ding is, ik weet dat allemaal nog bij de hoe. En dat vind ik wat tof. Ik heb dan opgezocht om ook weer nuchter te raken. En ze zeiden van ja, je moet cola drinken. Maar dat is blijkbaar als je hebt gesmoord. Niet als je het hebt gegeten, want dan moet je gewoon barfen. En dat had niet zo ver kost en niet denken. Dus ik had cola drinken en cola bestellen. Ja, dat werd heel niet beter. En ik had zo een overtoeren begin crazy. En dan dacht ik van, never again. Zie, ja, ik zou ook bang zijn om er mega slecht op te gaan. Die cola ook. Ja, ik zou echt bang zijn om te slecht te gaan. En mij dan echt dan zo, ja, nee. Dat houdt mij tegen. Zo van, het kan wel ook mislopen. Dus je denkt, als je met die mindset doet... Ja, ik heb daar schrik van, maar ik ben ook wel een bang. Niet zo maar die ik al denk, vast. Als je die mindset hebt, dan moet het sowieso al niet proberen. Nee, maar als je op voorhand al denkt van ik ga slecht gaan, dan kun je het beter gewoon niet. Ja, nee, dat denk ik ook wel. Je lichaam gaat anders reageren als je zo denkt. Ja, dat is. Misschien, om nog eens even terug te gaan naar de hoofdvraag, een laatste vraag, en dan, want we zijn denk ik al bijna een kwartier. Zou er meer verkrachtingen zijn als prostituee niet zou bestaan? Oh, ik weet niet. Ik denk dat er ook veel high-class mensen naar hoeren gaan. Dat is wel echt een moeilijke vraag, man. Niet dat ik wil zeggen dat high-class mensen niet kunnen verkrachten, maar ik denk niet... Ik denk juist die mensen verkrachten... wel meer. Ja, ik denk dat ook, omdat Jamie. Omdat die misschien zoiets hebben van... Ik ben in een positie waar ik dat wel kan. Ineens mag of kan. Ja. Of zo. Terwijl dat helemaal niet zo is. Maar. Ja, dat mensen die misschien niet kunnen permitteren om naar hoer te gaan, dan misschien gaan zeggen van kijk, ik ben nu op het foute pad, ik ga gewoon iemand hier van straat pluien. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Allee, ik bedoel dat niet grof, hé, maar... Ja. Nee. Ik ben ook nog nooit verkracht geweest, dus ik kan het niet zo goed weten, maar... Gelukkig. Ja. Maat, dat hoorde veel te veel op soms. Hè. Zo mensen zo soms kun je echt zo verhalen horen dat ik denk van... Holy shit. Zit soms zo dichtbij. Ja. Zo moet een vriendin van mij zijn. Ik ga echt in overtoen en ik zoek die gast en ik weet niet wat ik doe met z'n lul, maar dat zou niet meer menselijk zijn. En gewoon een impact dat hij heeft op de rest van je leven is ook gewoon gigantisch. Ja, je blijft dat meenemen, hè. Ik denk wel gewoon, om op uw vraag even te antwoorden, er is een reden waarom dat prostitutie... bestaat en zo in België en dat kan en mag. Dus ik wil er niet op antwoorden van ja, van het zou er meer zijn, maar ik denk dat wel mijn reden is dat dat allemaal bestaat. De vraag is dan alleen, is de reden gewoon dat een industrie is en geld verdient of is dat omdat er echt een hoger nut is? Ja. Dat weet ik niet. Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik hoor niet. Heel moeilijke vraag ook. Kunnen we op één manier achterkomen? Prostituee afschaffen en zien of er meer verkrachtingen zijn. Nee, dat mogen we niet doen. Is dat niet de beste test of zo? Ja, dat kan we niet doen. Fabian. Voor de duidelijkheid, dat was een mopje voor de mensen dat aan het luisteren zijn. Ja, ik vind dat wel een diepe vraag eigenlijk. Diepe vraag om op af te sluiten. We kunnen toch niet op deze toon zo van alleen. Ja. Ik wou net zeggen, dat is echt zo... Ik heb nu zo zin om straks thuis te komen en op te zoeken dat er een onderzoek of zo rond gebeurd is. Ja. Misschien moeten we nog even afsluiten met een strippernaam te bedenken voor Fabian. En dan is zo weer misschien moeten we afsluiten met een joint op te steken of zo. Voor het thema. Of een leentje. Ja. Nee, wat ga ik menen? Ik ook bij vodka. Nee, moet ik hem zelf verzinnen of van een naam? Of? Nee, uw naam. Eigenlijk is Big Fabs wel al goed. Ja. Strippernaam. Big Fabs is wel Instagram-naam is echt... Ik moet denken aan die foto. Ik kan niet liegen, dat is echt de ziekste strippernaam. En dat is zijn Instagram-naam. What the fuck? Oei.
Hey, Fabian. Je moet je Instagram al niet meer veranderen. Je kunt gewoon de foto's een beetje... Ja. Ik wou net zeggen, je moet de foto's eigenlijk ook ook al niet aanpassen. Je moet de foto's ook niet aanpassen. Een x'je ervoor en een x'je erachter. Ja. X, Big Fab, X. Ik vind dat wel echt een zieke challenge voor mijn tag mag te doen. Maar of zo, Big Hoeveel Fab, kan Fabian verdienen FAP. Op één Binnenkort avond Binnenkort nieuwe serie. Hoeveel kan Fabian verdienen op één avond strippen? Wow. Ik neem het. Ik vind dat een concept. Ik ook. Ik kijk Wat? Even naar alles. Jongen, jullie zijn echt... Ik snap het niet. Fabian versus Jamie. Oeh, oh, nee. Maar dan zou je wel winnen. En dan om er meest geld, oh, oh. Om er meest geld, geld maken. Oh, oh, oh. Ik vind dat echt een uitdaging, zakketten. Nee. Mijn broek hier af. Ik stel voor, hey, we komen toch niet tot een conclusie. Jamie, sluit gewoon de podcast af en dan zet ik er vanaf en dan kan ik even trekken. Like deze video als je de challenge wilt zien. Is dat een reactie? Goed. Dames en heren, merci voor vandaag. Het was een heel interessant gesprek. Ik ben nog een beetje in de war van die verkrachting. Ik vind dat eigenlijk een heel diep onderwerp. Maar ik ga nog een beetje denken naar Fabs als stripper. En dan zien we jullie volgende week terug. Ja, wel. Dan moet je denken naar verkrachting. Ik vind dat echt... Ah. Ja, zwart. Volgende week is er een nieuwe podcast. En vergeet zeker niet van te abonneren. En nog een keer merci. En tot de volgende. Bye. Love.